Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag één gast. En dat is burgemeester Hans Beenakker. Hans, van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat u er bent. Genoeg te vertellen, hè? Er gebeurt genoeg. Wat dat betreft is de politiek in Tiel best wel dynamisch. Klopt. We zijn met heel veel zaken bezig op het moment. Natuurlijk net de perspectiefnota vastgesteld. Dus veel projecten in de stad. Er gebeurt en in de regio. Dus er gebeurt heel veel. Voorafgaand aan die perspectiefnota is er gesproken over het vreemdelingenvraagstuk. Het asielzoekersbeleid, zullen we maar zeggen. Ja. Hoe staan we ervoor? Ja, we hebben inderdaad gesproken over de vluchtelingenopvang. Zijn portefeuille? Gedeelde portefeuille in het college. Omdat ook wethouders Driessen en Vrijen Oud Ammerveld erbij betrokken zijn vanuit portefeuilles. Het overlapt volkshuisvesting en integratie, dus dat overlapt. Maar we hebben afgesproken dat ik even woordvoerder ben. Het punt is, er lag een opdracht van de raad al eind van het vorig jaar om een locatie te vinden voor de opvang van vluchtelingen. De locatie zou maximaal een half jaar moeten zijn en maximaal 300 vluchtelingen. Daar hebben we een groslijst van gemaakt. Er zijn een aantal potentiële locaties uit voortgekomen die daarvoor geschikt zouden zijn. Die hebben we voorgelegd aan het COA. Want COA is de organisatie die dat uitvoert? Ja, precies. COA is de landelijke organisatie die namens de Rijksoverheid dat uitvoert. Mm-hmm. Het is ook zo dat bij vluchtelingenopvang het COA het helemaal regelt. Dat is dus anders dan bij de crisisnoodopvang die we hier eerder gedaan hebben. Daar moesten we als gemeente heel veel regelen. Eigenlijk is bij vluchtelingenopvang, noodopvang eigenlijk zo dat de gemeente alleen een locatie aanbiedt. In overleg natuurlijk met als wij geen eigenaar zijn met de particulier eigenaar. Nou ja, die hebben we een aantal voorgelegd. COA is daarop gaan studeren. Dat heeft vrij lang geduurd. Dat heeft ook te maken met dat COA enorm ondercapaciteit natuurlijk heeft. Ja, je hebt eerder al aangegeven dat communicatie met het COA dat lastig gaat, hè? Ja, nou ja, goed. Het COA zit gewoon heel krap in de mensen. Dat merk je. Dat heeft een tijdje geduurd. Vervolgens heeft COA gezegd van ja, we lopen eigenlijk tegen problemen aan met de termijn. Dus willen wij... In de zin van? Nou ja, willen wij in een locatie gaan investeren, een locatie die wel geschikt leek, dan is een half jaar te kort. En dan moet het eigenlijk minimaal 5 jaar zijn, want als je een gebouw gaat verbouwen, is een half jaar natuurlijk kort. Dat is op zich logisch. Toen hebben wij gezegd van, dan gaan we terug naar de raad, want dat past niet in onze randvoorwaarden die gesteld zijn, de kaders van de raad. Dus we hebben nieuwe kaders aan de raad voorgelegd. Dat is afgelopen week bediscussieerd. We hebben eigenlijk aan de raad gevraagd, is het voor jullie aanvaardbaar als wij straks met een locatie komen voor minimaal 5 jaar? En voor minimaal 300. Daar heeft de raad in meerderheid ja tegen gezegd afgelopen week. Wel met een aantal restricties. Eén daarvan is dat men gezegd heeft van ja, als een locatie langer dan 5 jaar gaat duren, dan willen we wel tussentijds geëvalueerd hebben of we wel of niet na die 5 jaar gaan verlengen. Dat niet per definitie ons vast gaan leggen op 7 jaar of zo. Nee, maar als je zegt minimaal 300, dan kunnen het er ook 1000 zijn. Dat zou kunnen, maar ook daarvan heeft de raad gezegd, en overigens ook het college, wij streven naar kleine locaties. Dus onze insteek is niet om met één hele grote locatie te gaan dat komen. Dat was eigenlijk ook... Is overigens ook geen plek voor in Tiel. Dat was ook het verhaal van het CDA, hè? Ja, nou ja, we hebben kleinschalig. Wel, ja, kleinschalig, ook in samenwerking met de regio. En we hebben, dus zoveel mogelijk ook naar dislocaties, zo hebben we dat genoemd in het raadsvoorstel. Maar het is wel belangrijk dat we hebben die minimaal 300 erin laten staan en niet maximaal 300. Omdat, ja kijk, als je 2 goede locaties wil hebben van allebei 200, ja, dan telt het op als 400. Maar misschien is dat wel veel beter, ook voor de omgeving, dan 1 van 300. Ja, precies. Dus dat is de reden van de minimaal 300. Maar nogmaals, we streven niet... Dat is heel erg afhankelijk van de locaties die er gevonden gaan worden. Precies. Zijn die al bekend? Nee, we hebben natuurlijk een aantal voorkeurslocaties. En die hebben we... Kunt u daarover praten? Nou, dat vind ik lastig, omdat eigenlijk om 2 redenen, heb ik inderdaad ook gezegd. Eén is, het zijn allemaal locaties van andere eigenaren dan de gemeente. Mm-hmm. Nou, ik vind niet dat je over een locatie van een eigenaar kunt praten als er nog helemaal geen afspraken is met die eigenaren, met COA. En het tweede is, je gaat ook inwoners heel erg belasten met een discussie over locaties die bijvoorbeeld in de buurt zou kunnen komen. Ja, dat in de praktijk misschien helemaal niet doorgaat. Logisch om daar dan nog dus niet over te praten. Dus wat we nu gezegd hebben, ja, we komen met een
concreet. Maar er was toen destijds sprake van bijvoorbeeld het rechtsbank gebouw. Nou ja, precies. Dan krijg je dat soort discussies. En nou ja, dat is gewoon jammer. Dus dat is voor de inwoners ook gewoon niet prettig. Dus wat we nu hebben gezegd, wij gaan kijken of binnen deze nieuwe randvoorwaarden tot een voorkeurslocatie kunnen komen met COA. In overleg met COA en de eigenaar van die locatie. Vervolgens gaan we met de omgeving uitgebreid in gesprek over hoe gaan we dat dan invullen, wat betekent dat, hoe lang is het, hoe kijken mensen daar tegenaan. Dus je wilt ook zoveel mogelijk draagvlak hebben vanuit de samenleving. Niet alleen vanuit de drie directe omwonenden van een locatie, maar vanuit heel Tiel. Vervolgens gaan we dan naar de raad toe en zeggen we tegen de raad van nou, we hebben dit gesprek gehad met onze inwoners, dit is de voorkeurslocatie en dan neemt de raad een besluit. Dus er zijn nog een aantal stappen te maken. Precies. Steady as he goes, mogen we het zo zeggen? Ja, we gaan gewoon door. Een van de dingen die natuurlijk ook belangrijk is, hoe gaat het met de prognoses van de vluchtelingenopvang? Ja, hoe loopt dat? Er stond in de krant een stukje deze week van, goh, er staat ook opvang leeg in Apeldoorn, was dat geloof ik. Nou ja, dat is heel lastig in te schatten. Inschatting is dat van de zomer wel wat weer instroom weer komt. En de belangrijke reden waarom het COA toch behoefte heeft aan nieuwe locaties, is omdat oude locaties ook aan het sluiten zijn. Kijk, heel veel locaties voor de vluchtelingenopvang zijn natuurlijk maar voor een beperkte periode. Ja. Dus nou ja, als die een aantal jaren in gebruik zijn geweest, gaan ze dicht, dan is er weer behoefte aan een andere locatie. We hebben wel gezegd in de raad vanzelfsprekend, ja, als blijkt in de loop van ons onderzoek en in de loop van deze zomer dat nou ja, de instroom veel minder wordt en geen behoefte is, gaan we natuurlijk geen locatie aanbieden. Wordt vervolgd. Natuurlijk moet ik ook nog feliciteren met uw voorzitterschap van de regio Rivierenland. Ja, als opvolger van de burgemeester van Culemborg, ja. Van Schelven, die ermee stopt. Dat is natuurlijk mooi, hè? Tiel als regiofunctie levert ook de voorzitter. Ja, ik ben enorm blij. Leuk, vind ik het heel leuk om het te gaan doen. Uitdaging. Ik heb veel plezier in om de regio op de kaart te zetten. Ja, en voorzitter, er ligt werk genoeg eigenlijk, hè? Ja, we hebben enorme stappen gezet de afgelopen jaren. Een ambitiedocument, de alle raden laten vaststellen. De drie speerpunten. Agribusiness, logistiek, economie, toerisme. We zijn al een heel eind gevorderd met het opzetten van een investeringsfonds. We zijn met de provincie in gesprek over de gebiedsopgave Gelderse Corridor. Hoe we daarbij aan kunnen sluiten. Wat houdt dat in? Nou ja, de provincie heeft gezegd, we willen eigenlijk dat hele gebied van Rivierenland, maar ook tot en met de Liemers, zeg maar, ontwikkelen als een Gelderse corridor. Dat is logistiek een belangrijk gebied. Uh-huh. Nou, dat past heel goed bij onze ambitie voor logistiek en met name ook agrologistiek. Dus de verbinding tussen logistiek en agribusiness. En daar gaan we op aansluiten, want we willen natuurlijk ook middelen van de provincie binnenhalen. Maar niet alleen van de provincie, ook van ondernemers. Vanzelfsprekend Europa, daar gaan we ons ook meer op richten. En de Rijksoverheid. Werk genoeg te doen en dat is ook nodig, want die regio Rivierenland, die moet weer een identiteit krijgen. Nou ja, kijk, een van de dingen is dat we in de regio Rivierenland eigenlijk heel veel dingen goed aan doen zijn. We hebben breedband nu heel actief, lopen voorop. We maken afspraken over programmering van bedrijventerreinen. Heel veel uitvoeringstaken worden prima met elkaar opgepakt. En toch is het in het land nog een beetje een blank spot. Nou ja, kijk, misschien dat die regio Rivierenland qua naam ook een beetje lastig is. Hè? Ja, de Rivierenland als zodanig bestaat eigenlijk niet. Nee, en sommige mensen denken dan misschien wel een heel ander stuk van het rivierengebied. Bij Dordrecht of bij Zutphen. Dus ik heb deze week als kerstvers voorzitter gezegd van, we moeten eigenlijk kijken waar we als regio heel erg onderscheidend in zijn. Ja. De drie speerpunten. Maar waar zijn we heel onderscheidend in Nederland? En altijd al geweest? Ja, nee, precies. In Nederland en in Europa. Dat is fruit. Dat is onze centrale ligging. En eigenlijk het unieke ook van het rivierenlandschap. Met de historie en Dus ik heb het begrip fruitdelta geïntroduceerd. Delta staat voor het rivierengebied. Nou, dat is heel mooi. Fruit staat, dat is vanzelfsprekend. Fruit, ik wil ook niet zeggen dat we alleen maar met fruit bezig zijn. Want dat is eigenlijk hetzelfde als hier bij Brainport en Food Valley. Twee sterke merken. Daar valt ook meer onder dan high-tech en voeding. Dus we doen natuurlijk niks af aan alle belangrijke zaken die hier spelen. Bijvoorbeeld op het terrein van de glastuinbouw in de Bommelerwaard. Maar het is wel een onderscheidend begrip wat herkenbaar is naar buiten toe. Het mooie is dan ook nog dat die delta staat voor
Ook het is ook het driehoeksymbool, het Griekse symbool. Dus het staat ook nog voor de verschillende rivieren in dit gebied. De drie gebieden, Bommelerwaard, Land van Maas en Waal en de Betuwe. En wat het hele leuke is, zijn de drie vervoersmodaliteiten. Omdat onze centrale ligging maakt dat we economisch het goed doen in deze regio. En dat heeft te maken met dat we hier natuurlijk water hebben, weg, infrastructuur, A2, A15 en spoor. Ja, dat gaat u ongetwijfeld handen en voeten geven. Kunt u daar eens een voorbeeld van noemen? Nou ja, kijk, een voorbeeld. We hebben eigenlijk deze week al daar een eerste stap mee gemaakt. Dat we bij de Statenvergadering, die hun perspectievennota, dat heet de voorjaarsnota, met elkaar bespraken. Daar hebben we alle statenleden een doosje kersen aangeboden. Met daarop de QR-code van ons ambitiedocument. Dus je kunt ons meteen inscannen, ondertussen een kersje eten. En daarmee hebben we al meteen laten zien, want dat is ook heel belangrijk, dat je laat zien waar je voor staat. Ja, en die regio, die laat dat wel wezen, die heeft het gewoon nodig. Ja, want we zijn met heel veel zaken goed bezig. Tuurlijk, ze hebben ook een tijdje gehad dat we een beetje met onszelf bezig waren. Ik denk dat we daar echt doorheen zijn. Raden zijn veel meer aan de voorkant betrokken. Het echt enorm leuke, goede laatste raadsbijeenkomst gehad over het investeringsfonds en breedband. Ja, dat is het investeringsfonds, waar is dat voor bedoeld? Het investeringsfonds dat is bedoeld om nieuwe initiatieven in de regio vanuit het bedrijfsleven, projecten, liefst gezamenlijk met onderwijs, onderzoek, om die aan te jagen, maar ook waar mogelijk te versnellen. Soms kan het project wat lastig financiering krijgen in een beginfase en dan kun je net met zo'n aanjaagfonds dat versnellen. Dus zijn bedoeld ook om weer over die stadsgrens heen te kijken? Precies, echt regionaal naar kijken. Er zijn hele goede ervaringen mee. Daar zijn we ook geweest kijken in Brainport, Eindhoven. Daar hebben ze zelfs een multiplier, zoals dat heet. Daar steken ze de 1 euro in. En er komt eigenlijk maatschappelijk gezien 9 euro uit. Aan wat het oplevert, allemaal aan werkgelegenheid en van de economie. Nou, dat willen wij ook gaan doen. Het is heel mooi, vind ik, dat in deze financiële lastige tijden, want iedereen zit natuurlijk met zijn begroting best ingewikkeld, als gemeente, dat eigenlijk alle gemeenten nu gezegd hebben, daar willen we in gaan investeren. Gedachten zijn nu 3 euro per inwoner. Mm-hmm. In Tiel ook afgelopen week in de perspectievennota gehonoreerd. En dan gaan we dit komende half jaar gaan we dat uitwerken. Want er moet dan ook een economic board komen. Dus een adviesclub die projecten gaat beoordelen bijvoorbeeld. We moeten natuurlijk ook criteria gaan ontwikkelen. Van waar geven we wel geld aan en waar niet. Moet natuurlijk in ieder geval in die 3 speerpunten. En dat moet in het ambitiedocument, daar moet het in passen. Precies. Ja. En dat gaan we uitwerken. En dan hebben we bij de begrotingen straks allemaal in november een uitgewerkt verhaal waar we mee aan de slag kunnen. U bent nu een aantal jaren burgemeester in Tiel. U ziet lekker in uw vel, hè? Het gaat allemaal goed. Ik vind het erg leuk werk. Ja, gaat prima. Nou, valt ook op. En deze rol die u nu op u hebt genomen als voorzitter zijn van de regio Rivierenland. Wat is die uiteindelijke ambitie van Hans Beenhakker? De ambitie van Hans Beenhakker, ja, als ik naar Tiel kijk, zijn er een aantal onderwerpen waar ik nu heel actief mee bezig ben de afgelopen jaren, waar ik ook echt mijn stempel op wil drukken, dat is veiligheid. Hoe staat het daarmee trouwens? Dat echt dat we een veilige stad hebben. Hoe staat het daarmee? Het gaat een stuk beter, moet ik zeggen. Op onderdelen vraagt het behoorlijk veel aandacht nog. Als ik kijk naar de afgelopen jaren, we bespreken in september ook in de raadscommissie de actuele cijfers, hebben we op een aantal terreinen echt forse winst geboekt. In de zin dat het beter gaat. Woninginbraken, inbraakjes in schuren was hoog, diefstal van fietsen, diefstal van motorvoertuigen. Wat u ook deugd moet doen is dat er tijdens de perspectiefnota geld is vrijgemaakt voor extra camera's. Klopt, dat is enorm belangrijk. We hadden 4 camera's al vorig jaar of het jaar daarvoor aangeschaft. Rolerende camera's en 1 mobiele camera. Effecten daarvan zijn enorm goed. Ja? Dat is meetbaar? Ja, je merkt, je ziet echt, als het gaat bijvoorbeeld om overlast op de markt, in Rauwenhof, daar hebben we concreet die camera's ingezet, dat de overlast enorm afgenomen is. Wel natuurlijk door een integrale aanpak, dus niet alleen camera's. Maar camera's hebben daar wel een hele belangrijke rol in. Enerzijds in preventieve zin, dat jongens die camera's zien denken, nou, moet even oppassen. Het tweede effect ervan is dat je makkelijker dingen kunt signaleren, want ze worden live uitgekeken bij de regionale toezichtruimte in Nijmegen. Maar je kunt ze ook gebruiken voor opsporing. Als er echt iets gebeurd is,
Er is een prullenbak in brand gestoken. Kun je terugkijken. Kun je terugkijken en gebruiken voor opsporingen, natuurlijk met toestemming van de officier van justitie. Wij hadden eigenlijk dezelfde conclusie. Nou, als dit zo goed werkt, je moet het natuurlijk niet zomaar rustigloos overal in gaan zetten. Moet wel iets toevoegen. Maar op een aantal plekken voeg het echt iets toe. Hadden wij wel de behoefte dat we zeiden van, nou ja, het zou goed zijn zo op het plein in de stad. In Rauwenhof, want daar hebben we ze nu even weer, hadden we ze even weer weggehaald. Maar ook bij de toegangspoorten van de stad, dat we daar ook camera's gaan inzetten. Dus dat betekent dat we de vraag hadden neergelegd bij de raad. Goh, we willen eigenlijk 4 extra camera's, buiten wat we al hadden. Kunnen ook bij evenementen inzetten. En dat is gelukkig gehonoreerd. En die gaan we ook live uitlezen bij toezichtruimte in Nijmegen. Ja, en dat is goed nieuws. Ja, prima. Daarnaast ben ik heel blij dat in de stad, door onze eigen inwoners, dat enorm goed opgepakt wordt. Veel buurtpreventieprojecten, WhatsApp-groepen. Mensen die heel actief met de politie, met jongerenwerk, samen optrekken in de buurt. Om te kijken, de BOA's van de AVI niet te vergeten. Om te kijken hoe we de buurt veiliger kunnen krijgen. Natuurlijk zijn er ook wel een aantal aandachtspunten die we met elkaar moeten oppakken. Maar daar zijn we ook stevig mee bezig. Dat blijft maar verder. Dat is veiligheid. Ja. Daarnaast burgerparticipatie zit in mijn portefeuille. Vind ik enorm belangrijk om te kijken hoe krijgen we onze inwoners actiever betrokken bij ons bestuur van de stad. Daar hebben we 2 hele mooie initiatieven voor genomen, vind ik zelf. Dat is de ambassadeursgroep. Dat zijn bekende ondernemers, de keyholders in onze stad. Mm-hmm. Die met ons meedenken over de toekomst van de stad. En een spiegelgroep. Dus een A-selecte groep van inwoners, echt helemaal A-select uit het burgerbestand getrokken. Die met ons meedenken over hoe zetten wij nou processen in als gemeente. Van goh, dus wij spiegelen, namelijk het ook spiegelgroep, echt op projecten die we in de stad mee bezig zijn. Ja, dat is een plannetje van u van een paar jaar geleden wat nu handen en voeten krijgt. Ja, en dan kijken inwoners met ons mee en die zeggen van goh, dat had ik anders aangepakt. Of jullie veronderstellen wel dat iedereen dat snapt of dat weet. Ja. Maar wij hebben die informatie helemaal niet gekregen. Of wij krijgen wel aan het begin van het project heel veel informatie. Maar dan gebeurt er daarna van alles en dan weten we eigenlijk niet meer wat er aan de hand is. Ja. Nou, dat is heel zinnig om dat te spiegelen. Daarnaast zijn we in het kader, eigenlijk valt het ook in het kader van burgerparticipatie, ben ik bezig samen met de Griffie. Dat hebben we onlangs in het vastgestelde nieuwe Griffie-plan in de raad ook nog eens een keer benadrukt. Dat we ook willen onze eigen raad willen kijken hoe kunnen we naar onze besluitvormingsstructuur eigenlijk wat moderner gaan inrichten. Mm-hmm. Wat meer gaan inrichten gericht op onze inwoners. Ja, want er wordt nu wel heel veel verraderd, hè? En dat zal ongetwijfeld allemaal wel nodig zijn. Maar, ja, speelt ook veel. Ja, maar wel vaak ook de punten en de comma's wat erg veel tijd in beslag nemen. Nou ja, je zou moeten kijken van, je kunt kijken naar het vergadermodel. Je kunt ook kijken naar de manier waarop je vergadert. Je kunt kijken naar hoe zetten we moderne media in. We hebben natuurlijk een informatietijdperk met social media. Mm-hmm. Dus mensen krijgen op een hele andere manier informatie. Kunnen op een hele andere manier met elkaar communiceren. Nou, daar gaan we echt naar kijken. Er komt ook een werkgroepje uit de raad die met mij mee gaat denken daarin. Dus dat is een belangrijk onderwerp. En het andere belangrijk onderwerp is de promotie van de stad. Waar ik de afgelopen jaren ook enorm voor heb ingezet. Samen met Flipje. Ja, en daarover gesproken, over die promotie. Daar is ook weer een nieuwe slogan. Klopt. En die ook beter weer past bij dit evenement. Fruit Stad aan de Waal. Ja. We hebben eigenlijk gezegd van nou, we willen enerzijds bewaren Flipje natuurlijk als ijzersterk beeldmerk. Dat als blijft. Je zo'n beeldmerk hebt, moet je daar gebruik van maken. Dat doen we ook heel veel. En dat wordt ook fantastisch opgepakt door onze ondernemers en inwoners. Er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Maar rondom Flipje, zeg maar, hadden we ook behoefte om nog ons wat steviger, ook in de regio, te profileren als fruitstad. Want dat is ook onze historie. We zitten in een fruitregio. Daar zijn we toch een belangrijke gemeente in die regio. Fruit staat ook voor vitaliteit, voor gezondheid. Het is echt een product van de toekomst. Jazeker. Er zit ook veel innovatie in. De manier van rassen ontwikkelen, een manier van producten aanbieden. Dus daar gaan we ons meer mee profileren.
Dat hebben we ook met dat logo, hè? Er hoort een mooi logo bij. Kun je zeggen, ja, het is maar een logo, maar toch. Ja. Daar is over nagedacht. Precies. Het is toch, het is altijd goed als je ook een belangrijk goed beeldmerk hebt. Dus we hebben samen met een bureautje daarover nagedacht. Wat Tielenaren ook in werken, een grafisch bureautje. En nou ja, daar is dit symbool uit voortgekomen. Het mooie is, dit ook echt de gedachte. Ik krijg overigens heel veel positieve reacties op het symbool. Dat is ook leuk. Mm-hmm. Want vaak roept natuurlijk, als je iets bedenkt, dan is het altijd de ene vindt het fantastisch en de ander niks. Maar nou, gelukkig zijn er heel veel mensen die het mooi vinden. De kern van het logo is flipje, logisch. Ja. Met eromheen druppels in verschillende kleuren, die ook weer symbool staan voor het een en ander. Klopt. De druppels die staan eigenlijk symbool voor het water. Hè, aan de Waal, maar ook aan de Linge en Amsterdam-Rijnkanaal. De gekleurde druppels, daar zit ook een gedachte achter, de verschillende kleuren, omdat Tiel ook een heel veelkleurige stad is. Enerzijds omdat hier van alles georganiseerd wordt, veel historie, evenementen. Anderzijds omdat we natuurlijk ook een bevolkingssamenstelling hebben die heel veelkleurig is. Nou, oftewel een hartstikke mooi merk wat Tiel de volgende jaren weer mee aan de slag kan. Precies. Hans Beenakker, die zit lekker in zijn vel in Tiel en die blijft nog wel even. Klopt. Ja, zeker. Ik heb het hier uitstekend naar mijn zin. Veel uitdagingen, veel leuke dingen om op te pakken. En, wat dat betreft een bruisende stad, hè? Ja, het is echt een stad. En dat draag ik ook echt naar buiten toe uit waar echt heel veel gebeurt. En ik vind het ook altijd leuk om op alle plekken waar ik in de stad kom te merken dat er weer nieuwe initiatieven opkomen. Het kader van burgerparticipatie, onder andere evenementen, cultuuruitingen. Er gebeurt echt enorm veel in de stad. En we zijn natuurlijk ook met grote projecten in de stad bezig. Het is wel eens lastig als je hier doorheen rijdt dat je er ergens weer een weg afgesloten is. Maar goed, dat is tijdelijk. Brengt uiteindelijk wel iets moois. Als het gaat om die Fruit Delta en handen en voeten daar aangeven, ook als voorzitter van die regio Rivierenland, maar ook als Tiel zijn, dan had u zelf ook nog een mooi idee. Ja, nou ja, wij zijn in onze profilering als stad, als fruitstad aan de Waal, spelen allerlei projecten. Want fruit was eigenlijk nog niet zo goed zichtbaar in de stad. Nee. Dus en uiteindelijk zijn we er wel uniek in Nederland, dus dan moet je daar gebruik van maken. Precies. Dat was de gedachte. Dat was de gedachte. En de binnenstadmanager is daar actief mee bezig in de binnenstad met allerlei projecten rondom fruit. We hebben een fruitstalletje aan de Waal inmiddels geopend. Maar wij dachten ook van ja, het is eigenlijk best wel leuk en dat is primeur meteen voor u. Er zijn wel al die haringparties, leuk, nationale haringparty, komt bestuurlijk Nederland op af, bekende Nederlanders. Bekende ondernemers, laten we dat nou ook eens in Tiel doen, maar dan een kersenparty. Goed idee. Ja, dus wij gaan volgend jaar de nationale kersenparty hier organiseren. Waar gaat dat plaatsvinden? In de stadhuistuin hier. Namelstuin. Ja, prachtige locatie, waar we ook binnen en buiten kunnen combineren, afhankelijk van het weer. We gaan het nog concreet natuurlijk uitwerken, daar hebben we een jaar voor. Maar we willen dat heel mooi stevig neerzetten, om daarmee ook ons als fruitstad te profileren. En ook voor de regio. En daar, kersen is een mooi moment. De start van het kersenseizoen in juni. Ja. Dan is iedereen, heeft nog niemand vakantie. Nou, het is niet om u naar de mond te praten, maar ik vind dat een super idee. En natuurlijk, eigenlijk, het lijkt allemaal zo simpel, hè. Fruit, dat is de core business van de regio. Altijd al zo geweest. En daar hoort natuurlijk een kersenparty bij. Kersenparty, precies. Nou, goed. Ja. Fantastisch dat er zulke initiatieven zijn. Wat mij betreft blijven ontwikkelen. U komt over een maand of drie, kunnen we die afspraak maken, weer eens een keer langs om het een en ander weer te vertellen? Lijkt me prima. Kijk, die onderwerpen die we langs hebben zien lopen in deze uitzending, die zijn ongetwijfeld, is daar weer actualiteit te melden. Dus ik doe dat graag. Nou, dan hou ik u aan die afspraak. Prima. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende maand weer. Graag tot dan.